Tot zometeen. Tot zometeen. Tot zometeen. Tot zo. Tot zometeen. Tot zometeen. Kijk ze nou. Ja. Laatste thuiswedstrijd. Hij kwam pas echt binnen toen Wouter Gudde eigenlijk zei van afgelopen zondag van donderdag je laatste thuiswedstrijd. En je mag een klein groepje of uiteraard onder de coronamaatregelen mag je uitnodigen. Hartstikke mooi gebaar. Ja, dat was wel het minste wat we voor je konden doen. Toen dacht ik, verrek, ja, oh ja, laatste thuiswedstrijd. Ja. Je bent zo in die flow bezig en je wil die play-offs halen. En ja, dan is het opeens je laatste wedstrijd en thuiswedstrijd. En toen kwam hij wel even binnen, ja. Ja, dat voelde je eventjes. Ja, dat is ook wel weer een bijzonder verhaal. Wij hadden toen de tijd Marco Bizot als keeper. Ja, keeper ook met een Ajax verleden, speelde toen bij Cambuur en deed het hartstikke goed bij ons. En die maakte een transfer naar Gent in België. Dus moesten wij op zoek naar een nieuwe keeper. Nou ja, dat is niet eenvoudig, hè, om zeg maar gelijkwaardige kwaliteit weer binnen te halen. En toen kwam Henk Veldmaten met de naam Sergio Pats, die op een zijspoor eigenlijk was beland bij Gent. Dus ik weet nog heel goed, ik heb op een vrijdagavond heel snel contact gezocht met zijn zaakwaarnemer. Ik weet wel dat ik in Utrecht was met mijn zaakwaarnemer. Om eigenlijk bij Utrecht te gaan kijken om daar eventueel aan te sluiten als eerste keeper. Die hadden toen nog Robin Ruiter. En eigenlijk toen we daar wegliepen en op de parkeerplaats stonden, toen belde Hans Nijland naar mijn zaakwaarnemer. En die meldde dat ze wellicht geïnteresseerd waren als Bizot zou vertrekken. Ja, toen hebben wij eigenlijk hadden niet echt een directe voorkeur. Misschien wel lichtelijk zelfs richting Utrecht, omdat dat dichter bij mijn geboorteplaats was. Toen hebben wij eigenlijk heel snel gehandeld. En Sergio Pats voor de neus van Utrecht weggekaapt. Ik weet nog dat ik direct na het telefoontje heb ik zelf direct met Sergio gebeld. We kennen elkaar niet. Maar ja, dat was eigenlijk in het eerste telefoongesprek was dat gelijk eigenlijk al een klik. Ja, en toen zijn we heel snel aan tafel geschoven met elkaar. Dan zijn we gaan onderhandelen. En toen heeft hij een contract getekend bij FC Groningen. Dus dat was eigenlijk de start van Pats bij de FC. Boomlang is hij met zijn 1,97 meter. Sergio Pats, de opvolger van Marco Bizot. Op het veld van de voetbalvereniging Haren werkt hij zijn eerste training af voor de FC. In België kon hij een nieuw contract tekenen, maar de lokroep vanuit Groningen kon hij niet weerstaan. Ik kijk vooral naar het sportieve plaatje en dat klopt over het algemeen heel goed bij wat Groningen vertelde. Paste heel goed bij mij en vandaar dat ik voor FC Groningen gekozen heb. Want wat zijn je ambities? Met deze club gewoon een heel mooi, schitterend eerste seizoen meemaken. En we kijken het wel stap voor stap en ik ben nu hier. En voor de rest proberen we gewoon een heel mooi eerste seizoen ervan te maken en bereiken wat we vorig jaar ook bereikt hebben. Wanneer was het voor jou het eerste moment dat jij je hier thuis voelde? Ja, natuurlijk een beetje de eerste wedstrijd niet. En zeker ook in Aberdeen niet, dan hoorde je toch een beetje het gemor op de tribunes. Wie is deze keeper dan? En wordt dit wel wat? En dat proef je, dat hoor je, dat voel je. En eigenlijk kwam het moment dat we hier thuis 2-0 wonnen van Ajax, waar ik een paar goede reddingen had. En eentje weet ik nog, dat was in de eerste helft een bijna eigen goal van Botteguin die ik red. Toen kwam het publiek een beetje los en die wedstrijd heb ik een goede wedstrijd gekiept. En toen denk ik wel dat het een beetje kantelde. En als het toen niet gekanteld was, toen was het een paar weken later de thuiswedstrijd tegen PSV. Waar ik de ene naar de andere bal één op één tegenhield. En toen liep ik de eerste helft hier het veld af. En toen werd ik al toegezongen, terwijl de wedstrijd nog niet eens klaar was. Toen ik in de rust het veld afliep. Dus toen was het 100% de ommekeer. En toen ging het los. Depay, nu dan een keer. Schot gekraakt, Narsing. En een goede redding van Pat met zijn rechtervoet. De
Depay. Zelf geschoten met veel effect geschoten door Depay. Depay uit de draai Maher. Maher, De Jong. De Jong en de volgende redding van Pat. Altijd allebei naar Torremolinos bij Malaga daar. En ja, ik was een jaar of 13 en ze hadden altijd 6 weken. Ik ging 3 weken met mijn moeder en mijn broertje. En daar hebben we stoppertje gespeeld op het strand. Dus toen waren we 13. Toen hebben we dezelfde school gezeten. En toen zag ik hem ook al altijd met zijn Ajax-tas voorbij lopen. En toen is het niet echt wat geworden. Dan naar de bioscoop geweest. En toen we 18 waren was ik op stap en ik zag Sergio eigenlijk nooit en ik was best wel veel op stap. En toen hoorde ik al een paar keer van mijn broertje, ja Sergio, wil je al spreken? En toen dacht ik, nou waarom, weet je wel. En toen kwam ik hem tegen en toen klikte het eigenlijk direct weer. En toen sinds die dag eigenlijk zijn we nu bijna 12 jaar verder. Mijn vrouw heeft hier 2 kinderen op de wereld gebracht. We hebben er 3 overigens, maar eentje is in België geboren. 2 in Groningen geboren. Ja, we zijn hier nu getrouwd, dus we hebben heel veel met deze stad. Ik heb een ontzettend goede binding met het publiek, met iedereen, van heel veel mensen van de club. Dus een heel warm gevoel bij deze club en stad. Af en toe een grote mond, maar klein hartje. Het is een mooie kerel. En dat zal iedereen met me eens zijn. Hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan bij de club. Ja, als je ziet... Het aantal wedstrijden wat hij heeft gespeeld, minuten die hij heeft gemaakt, nauwelijks blessures en of schorsingen. Dus hij heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de club. Wat voor een persoon is het? Ja, het is ook iemand, het is ook best wel een Bourgondier. Je begint zelf ook te lachen. En die ook wel houdt van het goede leven. Maar volgens mij is daar ook helemaal niks mis mee. Het gaat er wat mij betreft altijd om en dat was met hem altijd het geval. Ja, als je er zaterdag of zondags, als je er maar weer staat. Vorig jaar hebben we de finale van de play-offs gespeeld. Hebben we de finale van de play-offs gewonnen. En heb je ook dit soort wedstrijden gespeeld. Je merkt het aan alles dat er iets speciaals aan de hand is. Ja, en het winnen vorig jaar van zo'n play-off is heel apart. Maar volgens mij is het nu nog unieker. Want volgens mij kunnen we nu de eerste tastbare prijs in de geschiedenis van FC Groningen winnen. Eigenlijk vanaf Vitesse begon het echt al te leven. Maar toen we hoorden dat we Excelsior... Loten, toen ging iedereen los. Excelsior thuis, dat doen we wel even. Maar ook dat was niet zo'n makkelijke wedstrijd de eerste helft. Tot Hartenboer ging opstomen 1 minuut voor tijd, 2 minuten voor tijd, denk ik. En de bevrijdende 1-0 maken. En toen werd het ook vrij simpel 3-0. Ja. En toen was het alleen maar iedereen die waar je ook was, 3 weken van tevoren. We moesten eerst nog tegen Feyenoord, tegen nog wat andere teams, Vitesse. Ja, iedereen zei alleen maar, ik zet hem op, hè. 3 mei, zet hem op, dan moet je er staan. En ja, dat was echt mooi om mee te maken. Is het een van je mooiste dagen van je leven? Ja, kijk, sportief zeker. Sportief zeker, ja. Want er gebeuren natuurlijk ook dingen in privé, hè. Wat ik al net zei, 3 prachtige kinderen. Nou, de eerste keer is het meest bijzonder, omdat je voor het eerst vader wordt. Dat zijn fantastische dingen, maar sportief gezien is dit zowel voor mij als voor Groningen. Sportief denk ik wel het mooiste wat we allebei hebben meegemaakt. Sherry helemaal vrij met 3 man van Groningen tegen 4 van Zwolle. Hier is Antonia. Antonia legde bij de tweede paal, althans dat was het idee. Roesnak, vrije schietkans en het doelpunt van Roesnak. Het stadion wordt helemaal gek en de andere helft weet even niet waar te kijken. Hier zijn ze door het dolle.
Antonia heeft drie man voor het doel. Kan hem ook wat meer terugleggen. Antonia legt hem bij de tweede paal. Rusnak! En het is 2-0! Rusnak met zijn tweede! Wat speelt Groningen dit goed uit! Daar is de KNVB-beker voor FC Groningen. Er is vandaag historie geschreven. Nou ja, naast dat Sergio en ik collega's van elkaar waren, hè, de verhouding directeur, speler, konden we het ook verrekte goed met elkaar vinden. En nou ja, Sergio is hier dus met zijn vrouw bij ons thuis op bezoek geweest. En ja, zo is het eigenlijk gekomen dat Sergio hier ook in de buurt is komen wonen met zijn gezin. En ja, ze hebben het hier ongelooflijk naar hun zin gehad. En dat komt puur na de wedstrijd dat we allebei wel eens beneden in de lounge zaten. Dat hij bleef hangen en ik. En ja, zo kom je met elkaar aan de praat en dan denk je, ja, je hebt wel wat raakvlakken met elkaar. En dat groeit bouwt op een gegeven moment zich uit. Ja, tot een nog sterkere band. En ja, wel, we hebben ook wel eens een keer echt met elkaar bijna letterlijk in de haren gevlogen. Want op een gegeven moment zit je in de spelersraad en dan wil je het beste voor het team en voor jezelf. En ja, dan kan hij heel bot zijn. Maar we hebben wel eens een keer drie maanden niet tegen elkaar gesproken. Maar ja, over het algemeen heb ik hem afgelopen wedstrijd niet voor niks uitgenodigd. Met mijn familie om mijn laatste wedstrijd in het stadion te bekijken. Dus mijn band met Hans die zegt daardoor denk ik wel meer dan genoeg. Ja, wat voor persoon is hij voor jou geweest in de afgelopen 7 jaren? Iemand die altijd zowel in goede als in slechte tijden voor mij heeft klaargestaan. Kijk, in de goede tijden is het makkelijk om mee te vieren. Maar ik heb ook wel mindere periodes gehad hier en dat is niet eens sportief gezien, maar wel gewoon buiten het veld. En dan weet iedereen wel waar we op doelen. Maar als je ziet dan wat Hans voor mij heeft betekend, zeg maar, in die tijd, gelijk al op het moment, ja, dan heb je een heel groot hart en dat waardeer ik nog steeds. Ja, dat is natuurlijk ook een treinincident geweest, hè? Daar ontkom je ook niet aan. En ja, dat past ook wel een beetje bij hem. Ik moet wel zeggen wat ik heel sterk daarop vond. Ja, dat was natuurlijk geen goede actie, hè? Daar zijn we het allemaal over eens. Ja, dat heeft hem zelf ook schade berokkend en de club ook. Hoeven niet ingewikkeld over te doen. Ja, maar wat ik wel heel sterk aan hem vond, was dat hij ook onmiddellijk het boetekleed aantrok. Hè? Ik ben gewoon hartstikke fout geweest. En niet alleen excuses, hè, maar ook het inleveren bijvoorbeeld toen van zijn aanvoerdersband. Het moment, zeg maar, hoe ik toen ontvangen werd door het publiek, dat was wel echt dat ik dacht van wow, wat een trouwe supporters. Ze beoordelen me niet. Ze staan gelijk als een echte fanatieke, echt fanatieke supporter. Staan ze achter mij. En dat gaf me echt zoveel adrenaline en zo'n mooi gevoel. En als ik er nu nog over praat, dan krijg ik weer kippenvel. Hoe zij mij toen steunen, dat is echt onbetaalbaar. Of die daardoor, hè, want toen de tijd was hij ook regelmatig, werd hij toen eigenlijk geselecteerd ook voor het Nederlands elftal. Hè, of dat hem nou definitief. He, want daarna is hij eigenlijk nooit meer geselecteerd voor het Nederlands elftal. He, of dat daar nou echt de oorzaak van was, dat weet ik niet. He, ik vind in ieder geval, ik vond en vind hem een van de betere keepers in de Nederlandse competitie. Ja, en als ik bondscoach was, maar goed, dat ben ik niet. Maar dan zou ik een keeper Sergio Pakt er altijd bij pakken. Ja. Voor de laatste keer Kids United voorlopig. Ik ben nog niet weg hoor. Zet jou bedankt. Zet jou bedankt. Zet jou bedankt.
Vijf jaar geweest, hè? Vijf jaar? Of ja. Maar ook vast een waardig vervanger en die gaat het ook hartstikke goed doen, hoop ik. En daar heb ik de volle vertrouwen in. Nog even een applausje voor Sergio, jongens. Ja. Een jongen die altijd klaar stond voor de club. En dan heb ik het met name ook eventjes over het maatschappelijke gebeuren. He, hij was ook een graag gezien iemand bij bijvoorbeeld Kids United. He, waar hij regelmatig trainingen verzocht. En ja, je kon eigenlijk altijd een beroep op doen. Ik weet nog wel dat ik hem wel eens belde van Sergio. We hebben morgen zomaar uit het niets ineens een activiteit. Nou, kom er maar eens mee aan bij... Bij profvoetballers, maar je deed nooit vergeten een beroep op hem en nou ja, dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Ja, voetbal brengt veel druk met zich mee en zeker op de goal, elke fout die je maakt kan fataal zijn. Ik kon daar mijn ontspanning, die jongens of meisjes die zeggen gewoon wat er op hun hart ligt en is het goed is het goed, is het slecht is het slecht en ja. Zoveel emotie ook bij die kinderen, dat je soms even alles vergeet, zeg maar. Die druk, zeg maar, die je hier voelt, die kan je met hun eventjes lekker een balletje trappen. Ze willen hun verhaal kwijt bij je. Je kan hun dag ook weer helemaal goed maken. Dat gaf mij ook een heel goed gevoel. En dat was de reden dat ik, als ik bijvoorbeeld een keer een zware trainingsdag had gehad of iets, dat ik daar ook mijn ontspanning kon vinden. Dat kan ik thuis bij mijn kinderen en vrouw, maar dat kan ik ook zeker daar. En als ik weet... En zeker als je dan weet dat je iemand of misschien wel een paar kinderen zijn dag helemaal goed kan maken. Ja, dan ben ik wel een persoon die dat heel graag voor die kinderen wil doen. AZ heeft nog 6 minuten om in de race te blijven. Stenks en Pat. Echt die bal! Bloemen van Robben voor Pat natuurlijk. De club, de jongens. Ik had na het fluitsignaal had ik echt wel eventjes dat ik dacht van, dat moet je niet doen, man. Dat moet je niet. Ik ga niet kijken. Ja. Dus de club dus mijn medespelers, die hebben er echt heel veel voor gedaan om het toch speciaal te maken voor mij. Ik had wel een beetje zoiets van, weet je, nu komt dit. En weet je, als er over 4 jaar wat komt, dan wordt het ook weer lastiger met de kinderen. Weet je, het is nu al lastig. Maar ik dacht, zo'n kans moet je eigenlijk ook gewoon een keertje aangrijpen als je die krijgt. En gewoon kijken hoe het is. En misschien valt het wel tegen, maar ja, dat zien we dan wel weer. Maar ik dacht, een keer wat anders is misschien voor hem ook wel even goed en leuk. Maar hij vond dat wel heel erg lastig. Dat weet ik wel, ja. Hij had wel... Ja, ja. Zeker, tuurlijk. Voor hem is Groningen gewoon natuurlijk 7 jaar. Dat maakt bijna niemand mee, toch? Zo lang bij een club. Dus dat is wel, dat is wel lastig. Maar we hebben er ook wel allemaal heel veel zin in, dat wel. Nu is het natuurlijk wel ontzettend jammer, nu door corona, dat jullie kunnen er dan bij zijn vandaag, de laatste competitie. Ja, gelukkig. Ja, maar dat er niet een groot afscheid komt. Ja, nee, dat verdient hij wel. Dat had ik hem echt heel erg gegund. En dat vind ik wel heel jammer, dat hij dat niet krijgt. Dus ik hoop, ik hoop dat hij dat wel nog krijgt, zeg maar. Dat hij daar nog voor terug kan komen. Doet het je wat? Ja, ik zou niet huilen, hè. Godverdomme. Als ik dan mijn vrouw zo emotioneel zie, dan doet dat ook heel veel met mij. En ik vond het mooi dat ze er allemaal konden zijn. Heel mooi initiatief van de club. En dat moment van de afgelopen week vond ik toch wel het mooiste.
Kaat, Nassing en een goede redding van Pat met zijn rechtervoet. Nou, Valkenburg. Valkenburg nu. Pat op het juiste moment uit. Nijland, oh, goede bal. Prachtig lam en de rebound weer Pat. Een redding en daarna nog een redding meteen. Dit is echt een schitterend gekiept. En ook Beugelsdijk nu mee. Daar is Havenaar weer. Pat redt. Geweldig. Dankzij een geweldige reflex van de Groningen doelman blijft het 0-0. Weghorst. Schitterende actie van Sergio Pat. Dat is een aardige bal. En die wordt er goed ingekopt door de Jong en prima gered door Pat. Daar komt de Jong, daar is de kopbal en een geweldige redding van Pat. Fantastisch gepakt door de keeper van Groningen. En Pat pakt hem. De gestopte strafschop van Sergio Pat wordt hier gevierd als een doelpunt voor Groningen. Calero P laat zich verrassen. Pat met een geweldige redding. Super redding van Sergio Pat. Dat die hier nog zou komen. En nu de goede eindpaas. Maar de redding van Sergio Pat is ook oké, hoor. Terug is Peña en de redding van Pat is goed. Goede voorzet trouwens. Is daar de gelijkmaker. Pat met een fantastische reflex. KNVB-beker. Voor